Na een transplantatie moet u meerdere medicijnen gaan en blijven gebruiken. Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken. Andere medicijnen gaan juist het gewenste effect van een bepaald geneesmiddel tegen. Ook kan het zijn dat u kruidengeneesmiddelen of zelfzorgmedicatie van de drogist wil gaan gebruiken. Daarom geven we in dit filmpje extra uitleg over geneesmiddelinteracties, kruidengeneesmiddelen en zelfzorgmedicatie. Wanneer er een interactie ontstaat tussen uw medicijnen, kan dit op verschillende manieren opgelost worden. Ten eerste, een geneesmiddel dat u gebruikt, kan tijdelijk worden gestopt. Ten tweede, een geneesmiddel dat u gebruikt, gaat vervangen worden voor een alternatief. En ten derde, het moment waarop u een geneesmiddel inneemt, kan gewijzigd worden. Een voorbeeld waarbij het moment van innemen gewijzigd wordt, gebeurt bij het gebruik van calcium en vitamine D. Calcium vermindert van sommige geneesmiddelen de opname in het lichaam. Het algemene advies is om dit geneesmiddel voor de nacht in te nemen in plaats van in de ochtend, bij de meerderheid van uw andere medicatie. Een ander voorbeeld waarbij een interactie met uw medicijnen optreedt, is door het gebruik van grapefruit of miniola's. Grapefruit en miniola's zorgen ervoor dat de concentratie van tacrolimus, het belangrijkste geneesmiddel na een transplantatie, in het bloed wordt verhoogd. Hierdoor krijgt u meer last van vervelende bijwerkingen. Daarom mag u geen grapefruit of miniola's eten na een transplantatie. Doordat u na uw transplantatie veel medicijnen moet blijven gebruiken, zijn uw arts en apotheker altijd extra alert op mogelijke interacties tussen uw geneesmiddelen. Ook weten we dat sommige mensen waarde hechten aan het gebruik van kruiden. Sommige van deze kruiden zijn niet veilig voor uw orgaan na de transplantatie. Ook kunnen sommige kruiden juist een interactie hebben met de medicijnen die u gebruikt om uw afstoting te voorkomen. Wilt u dus bepaalde kruiden gebruiken? Bespreek dit dan altijd van tevoren eerst met uw arts. Na een transplantatie kan het zijn dat u via de drogist bepaalde geneesmiddelen wil gaan gebruiken. Ook kan het zijn dat vrienden of familieleden u bepaalde producten aanraden. Belangrijk om te onthouden is ten eerste, paracetamol tot 3 gram per dag kunt u veilig gebruiken. Ten tweede, na een transplantatie mag u geen medicijnen als ibuprofen, diclofenac en naproxen gebruiken, de zogenaamde NSAID's. Let daarbij ook op de merknamen zoals Aleve, Voltaren, Advil en Nurofen. Ook deze mag u niet gebruiken. Ten derde, wilt u andere medicijnen van de drogist gaan gebruiken? Bespreek ook dit altijd eerst met uw arts. De medicijnen die u gebruikt om afstoting te voorkomen, verminderen ook uw weerstand tegen zonnestralen. Hierdoor verbrandt u sneller en is de kans op huidkanker groter. Sommige medicijnen kunnen de werking van de zon ook nog eens versterken en dus het risico op huidkanker verder verhogen. Daarom houden we voor transplantatiepatiënten de volgende adviezen aan. Blijf altijd tussen 12 en 2 uit de zon. Draag een hoed als u in de zon gaat. En gebruik een zonnebrandcrème met hoge UV-factor als u wel in de zon komt.